persconferentie na afloop van de wedstrijd in de keukenkampioen-divisie tussen FC Den Bosch en Helmond Sport. Over het woord geven aan de beide trainers. Allereerst de cijfers. Na ruststand van 1-0 wordt het uiteindelijk 1-1 het scoreverloop. De tweede minuut 1-0 Ruben Rodriguez. En in de 51ste minuut de 1-1 Guus Joppe. Scheidsrechter was hier Dreugen. Twee gele kaarten aan de kant van FC Den Bosch voor Alexander Laukaert. En aan de kant van Helmond Sport voor Jeff Stans. Toeschouwers vanavond in de Vliert 3041. Dat waren de cijfers. Het woord aan de beide trainers. Allereerst die van onze gasten, Helmond Sport. En dat is Wil Boesje. Dankjewel. Ja, het is apart. Ervaren vandaag. Dat je toch een vrij korte tijd, een paar maanden, terug bent in het stadion. Waar je eigenlijk via de achterdeur bent vertrokken. En dan moet je tegen Den Bosch spelen. Een ploeg die je voor 70% goed kent, individueel. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een 1-1. Ik moet zeggen, in het begin is natuurlijk desastreus van onze kant. Ik geloof nog net 2 minuten gespeeld en gisteren. Ik werd net aangeraakt volgens mij, dus Stijntje was ook een beetje verrast. En dan denk je van oké, dat gaat een lastige pot worden. Ik vond Den Bosch zeker het eerste half uur veel beter dan ons. Wij stonden niet goed op het middenveld. Met name de wisselwerking met Mats Stijl en Danny Verbeek. Die steeds tussen de linies ging spelen, dat stond niet goed. Ik heb wat gecorrigeerd onder rust. En ik vond de tweede helft vond ik het beter staan. En dan kun je ook makkelijker in de duels komen. Dan kun je makkelijker ballen veroveren. Maar desalniettemin denk ik dat wij aan onze kant, ik wel 25 verkeerde passes heb gezien. Een beetje druk en dan leven we ons over in. Dus dat is wel een punt om te ontwikkelen, met name balbezit. En het was gewoon wachten op een goal. Ik was echt blij dat die goal viel. Ook voor de ploeg. Je hebt natuurlijk een klote bekerwedstrijd gehad. Met 2 vrije trappen. Dat stond wel weer goed vandaag. En dan vind ik het weer knap dat die jonge gasten zich weer optrekken. En uiteindelijk weer deze wedstrijd, de uitwedstrijd, kan spelen. En ik moet zeggen, gaandeweg de wedstrijd werden wij steeds gevaarlijker. We kregen steeds meer kansen. Ik had bijna de hoop om te winnen. Het zou te veel zijn geweest. Omdat ook van de Boskant een aantal momenten zijn geweest om nog een goal erbij te maken. En ik denk dat het gelijkspel terecht is. Ik denk dat beide partijen geen winnaar naar voren kwamen. Dat was het. Dank, Wil Boesje. Erik van der Ven. Ja, ik denk dat we wederom voortvarend van start gingen. Dat resulteerde vandaag wel direct in een doelpunt. Daar waren we ontzettend blij mee, uiteraard. Omdat we toch 3 wedstrijden lang geen doelpunt hadden gescoord. Dan moet een team ook vertrouwen geven. En ik denk ook dat we het eerste half uur bij Vlagen best goed gevoetbald hebben. Tempo mag nog wel wat hoger aan de bal, vind ik. Toen hebben we ook een paar kansen gecreëerd. Die we missen. Ja, ik vind dat je dan sneller op 2-0 moet komen als je zo goed in de wedstrijd zit en de bovenliggende partij bent. Want je weet op het moment dat het 1-0 blijft, dat je altijd tegen een tegendoelpunt kan aanlopen. Nou, dat hebben we ook aangegeven in de rust. In de eerste helft waren er al een paar omschakelmomenten waar Helmond er toch redelijk gevaarlijk uitkwam. Aangegeven in de rust dat we in principe alleen van onszelf zouden kunnen verliezen. Dan is het zonde dat je zo snel naar rust eigenlijk een standaard situatie tegenkrijgt, niet goed dekt en op 1-1 komt. En dan zie je toch een beetje onzekerheid in het team sluipen. Ik vind dat we de tweede helft veel minder energie hebben geleverd, minder initiatief hebben genomen zonder bal, waardoor er minder afspeelmogelijkheden waren. Waardoor we moeilijker naar voren konden voetballen en het tempo gewoon bij Vlagen te laag was. En dan zie je ook dat we niet meer compact spelen in aanvallend opzicht en ook niet in verdedigend opzicht, waardoor de ruimtes te groot worden en dat Helmond Sport in de omschakeling gewoon een aantal gevaarlijke momenten kan afdwingen. Nou, op het einde, of in ieder geval in de loop van de tweede helft, nog geprobeerd met Lars in de spits, omdat Oussama in principe maar 60 minuten mocht spelen. Daarna hebben we nog 2 aanvallende wissels toegepast. Alleen dan zie je wel dat het erg jong wordt en erg onervaren wordt en dat er wel heel veel spelers vanuit de jeugd in staan. Alleen dat het wel onvolwassen is. En dan zie je ook dat het team een beetje uit elkaar valt. En dan kan in principe die wedstrijd 2 kanten op. En een gelijkspel is dan denk ik ook een terechte uitslag wat Wil aangeeft. En meer zat er helaas niet in. Ik kan het team verwijten dat we de tweede helft te weinig energie in de wedstrijd hebben gestopt. En daar moeten we mee aan de slag, zodat we de volgende wedstrijd er weer staan.
Dank, Erik van der Ven. Vragen? Geen vragen, dan dank ik iedereen vanavond voor zijn komst naar De Vliert. Eerst van de thuiswedstrijd van FC Den Bosch, zondag 17 november om 2:30 's middags. FC Den Bosch tegen Excelsior. Dat is mijn andere sport, Veldhuis. Tot succes.